En nu de weersverwachting van de meteodienst, die geldt tot en met morgen 31 mei. In geheel Suriname is het vooral in de avonduren lokaal bewolkt. Voornamelijk aan de west- en oostgrens zijn er perioden met lichte tot soms matige buien. Soms gepaardgaande met onweer. Met uitzondering van Wanica, Saramaka, Koroni, Nikeri en Para, waarbij er af en toe een lichte bui zal zijn, kan het ook een tijd droog zijn. Naarmate de avond vordert, neemt de bewolking toe met nog enkele onweersbuien in het zuiden en centraal Suriname. Aan het eind van de nacht ontwikkelt zich plaatselijk nevel en of mist. Morgenochtend is het tijdelijk bewolkt met zonnige perioden. In de middag en vooravond is er kans op enkele lichte tot soms matige buien gepaard met onweer, voornamelijk in het noordoosten en zuiden van het land. De Meteorologische Dienst Suriname waarschuwt dat morgen 31 mei voornamelijk in de middag en vooravond kans is op matige tot kortstondige zware onweersbuien die gepaard gaan met windstoten in het noordoosten van het land.